bij een nieuwe video van de Blanc Tigers LA Part 3. Jawel, bereid je voor op cabrio's, dikke hotels en skinny dipping. Woe, dus blijf kijken! We zitten nu heerlijk te chillen bij het Mondrian Hotel. Lekker aan het zwembad met een drankje. Ja, door die ramen zie je zeg maar LA. Zag er zo vet uit. Zo dik. Het is dan op de hills. Het rare is dat je zeg maar in het hotel zelf, je bent gewoon op begane grond, dat zwembad en zo. Ja. En het heet dan de Skybar. Dus ik dacht, oh, we gaan met de lift naar boven. Nee, dan zie je op een gegeven moment als je dus daar aankomt, het allerziekste uitzicht ever. Want het staat gewoon midden op een heuvel. We gaan denk ik een beetje vroeg naar bed. We gaan morgen de hele dag shooten. Gaan we Dylan shooten en Dylan gaat ook ons shooten. Good morning, we zijn nu in Venice. Om de hoek bij Abbot Kinney. We hadden dus het idee van we willen natuurlijk veel meer foto's met z'n tweeën. Dus we dachten nou, ideaal als Dylan ons gaat shooten. En wij Dylan, want Dylan gaat ook een blog beginnen. En we willen helemaal een soort van LA jungle. Please move in just a little bit. Very nice. We hebben nu zo'n leuke plek gevonden om te shooten. Ziet en ik hebben natuurlijk helemaal een soort vrolijke, playful iets aan. Die witte reling met een soort van geelachtig mosterd. En dan daarachter zie je van die roze en blauwe en witte stoeltjes. En dan daar de planten en hieronder ook nog planten. Nou, we gaan nu de auto in en dan gaan we naar downtown LA. Want onze tweede look is veel meer city-achtig. Ja, heel erg brunch. Ja, het past niet echt zeg maar in de beachy look van Venice. We hadden ook een soort van rock outfit, een beetje zo edgy. En we dachten, ja, dat moet gewoon downtown bij Graffiti of weet ik veel wat. Ja, ik zie er nu niet uit, maar ik trek zeg maar ik dit uit. Het is wel leuk samen voor een keer gewoon. Echt? Overdag. Kijk, ik heb zeg maar een kanten bodysuit aan. Maar zo ga ik natuurlijk niet rondlopen. Want ik heb natuurlijk geen BH aan. Dus ik heb natuurlijk weinig zin om in mijn blote tetten rond te lopen hier. Ja. Iedereen heeft je outfit al gezien hoor. Kijk maar. Al die knieën knakken. En Dylan heeft deze outfit. Helemaal baseball, everything. Hassa! Downtown LA is zeg maar helemaal zo hip. En daar zijn ook alle fashionbedrijven. Je kan het een beetje vergelijken met Williamsburg, waar wij wonen in New York. Een beetje zo'n coole vibe en zo. We hebben de perfecte locatie hier gevonden. Namelijk hier. LA Lifestyle, have me. Woo! Ja, maar dit past perfect bij onze outfit. Ja, ik wou met alle mannen nu. Ik had net Fiet. Goed. Dit is een beetje hoe het eruit gaat zien. We zijn nu bij The Springs LA. En dat is zeg maar een winkel slash restaurant slash yoga studio. Ziekenruimte, een soort oude fabriekshal. Dit is de yoga studio. Dit is Luke. Ja. We gaan een twin shoot doen. Kijk, al die art op de muren. Can you do a couple of yoga tricks? Yes. Downward facing dog. The pop-up sea star. Swim. Aren't you too hungover for this? It's curing me. Very good. I feel so. We zijn nu in een andere, in een grote ruimte van Springs. Moet je even kijken hoe vet het hier is. En mensen zitten hier gewoon een beetje te werken. Je hebt zelfs een wellness. Oh ja. En heb je daar een yoga studio waar we net waren. Maar het is allemaal zo cute. En daar heb je dus restaurant, ook een winkeltje met kleren en kaarsen en zo. En we mogen gewoon overal zoeten. Ja, het is een enorme bevalling, maar de shoot is achter de rug gelukkig. Het zijn fucking coole foto's geworden. Tom en Jessica uit Amsterdam die zijn hier een roadtrip aan doen door LA. Dus ze kwamen ook even een week of zo bij ons in de buurt zitten. Dus toen zijn we echt gewoon lekker met Jess gaan toeren met haar cabrio. Mevrouw heeft een Mustang gehuurd. Maar dit is toch zo leuk?
Jongens. Buckle up, bitches. Buckle up, bitches. Oké, en waar gaan we naartoe? Nee, dus dat was helemaal leuk. Gewoon keiharde muziek in zo'n cabrio. Rats gingen we naar Abbot Kinney, naar die straat die zo leuk is in Venice. Gingen we even ergens ontbijten, lunchen bij Creation. En de koffie is weer heerlijk. Het is inmiddels al onze tweede bak. Ja, need it. Some gasolina. Dat was super leuk. Kregen we menus? Ja. Dan kregen we een iPad als menu. Gewoon, dit is de toekomst. Een iPad. Wat bizar. En dan kan je gewoon nu, kan je bijvoorbeeld kiezen. Ja, dat is niet normaal. Dat had ik er niet hoor. Wat bizar dit. Heel eerlijk te zijn, refereer ik normaal aan de menukaart. Ik vind dit wel. Je hebt geen Uber meer nodig op deze. En je ook meteen je pincode. Ja, gewoon betalen. Oh my god, wat bizar. En toen... Tom was die dag aan het vissen. En die had allemaal, die kwam terug met zulke vissen. Wow. Hoe diep. Wat zijn het eigenlijk voor vissen? Rockfish. Rockfish. Oh, dat past helemaal. Helemaal goed. Rockfish. Helemaal goed. Gone fishing. Oh, sorry. Ja. En dan ga ik ze vullen. En dan net als een mediterraan, zo'n hele vis op de barbecue. Oh my god, hoe lekker. Nou, de vis zit op de barbecue. Ligt op de barbecue, excuse me. Kijk even, dit heeft Tom gemaakt. Vis met citroen, ui, knoflook, kruiden. Zo lekker. Lovebirds. Snapchat bitches. Jessica has to download Snapchat. Ja, ik moet hierbij. Ja, echt perfecte zomeravond. Ja. Nee, dus en dat was echt perfect. Ja. Dat soort dingen vind ik ook veel leuker dan dat je dan uitgaat naar een club. Dat kan dan gestolen worden. Vind ik ook geen reden. Het leukste is gewoon als je met z'n allen, met je vrienden, gewoon lekker wijn, lekker eten. Oh. Amazing! Oh my god. We have Thierry, we have Thierry. Henri, we have Jean-Philippe en we have Jean-Claude. Oh, c'est très très bien! Ik zit aan de kindertafel hier. Oh ja, Lies zit aan de kindertafel. Ja. Je bent wel bruin. Ik weet meteen mijn plek. Het was ook nog een heel grappig moment, want wij moesten zeg maar de auto terugbrengen. Die hadden we maar gehuurd tot donderdag. En dan moet je hem leeg terugbrengen. Dus wij hadden gewoon zeg maar opgespaard, juist dat hij helemaal leeg was. Maar we moesten natuurlijk nog rijden. Dus op een gegeven moment moesten wij die auto, toen moesten we toch tanken, want we zouden het gewoon niet halen. Ja, nou, dat was me ziek gestresst. We moesten die katten naar de dierenarts brengen. Oh my god. We zijn de kat weer kwijt en ze moet naar het kattenhotel vandaag. Het is een ramp. Jezus, sorry. En we hebben ook nog eens geen benzine met de auto. Dus we vragen ons af of hij überhaupt nu start of dat hij ermee ophoudt in de weg. Hier is onze rode rakker. Nou, laten we bidden dat het lukt. Oh my god, hij gaat aan. Ik vraag me af of we dit gaan redden, hè? Ja, we reden hem gisteren van... Straks gaan we straks midden op het kruispunt staan. Ja, nou, dat zijn de lul. Vandaag zijn we de laatste dag in ons huis in Venice en we gaan naar het huis in Bibi, Bibi's huis. Alleen de katten moeten wij wegbrengen naar het kattenhotel. Die is hier naar links, vriend. Ja, schat. Ga toch ook naar links, vriend. Ik moet koffie. We hebben net een kattenbak moeten schoonmaken. Mogelijk. Terwijl we een knetterbak zijn. Ik moest bijna kotsen. Dat was een hel. Al dat gebruikte grind viel in Elise's schoen. Ja, het was gewoon wel geluk. Zij zitten echt in een kutsituatie nu. Ja. We moeten over 2,5 uur de auto hebben gepakt. Die is. Ja, wil je hier niet naar kijken? Oh my god. Nee. Wat heeft hij? Dat komt door de drugs. Nee schat, dat is gewoon polio. Ben je zo bang? Ik ben zo bang. Ik wil niet midden op zo'n drugs... Ja, het is gewoon, Gaan! Please, doe het nog. Yes. Oprotten. Optieven.
We moeten er langs. Wat? Het kan niet. Wat? Het kan... Gele lijnen. We kunnen niet tanken. Nee, dit lijkt me een film. Uiteindelijk vonden we dus een tankstation. Was die dicht? Ja. Dus wij hebben, wat is dit? Ja, en ik schoot echt die paniek. Maar uitzetten? Nee, want de starten kost nog meer. Ja. Loop jij er even? Ja, hij komt wel naar mij toe nu. Can we? Yes! Oh, because we don't have gas anything anymore. Woo! Oh my god, nou ik ben nu zo blij. Remove nozzle. Nozzle! Push me and then just touch me till I can get my satisfaction. En toen gingen we uiteindelijk tanken. Toen kwam er dus inderdaad een zieke chunk op ons af. Nou, doodeng. Zo eng? We waren helemaal gestrest. Allemaal dingen zo. Ik zie genoeg vaak, weet je wel, rare mensen. Helemaal in New York. Dus ik ben het wel gewend. Maar dit kwam, ze kwam zo dichtbij, die vrouw. En het was gewoon iemand uit een horrorfilm. Nee, stoppen. Stoppen. Doodeng, komt stoppen. Achter ons stoppen. Ja, waar? Ze komt op je af. Ik wil dat niet. Nee, dat wil ik niet. Dit wil ik niet. Nee, ik vind haar doodeng. Ik wil nu de auto in. Dit wil ik niet. Dit wil ik. Wat een eng. Wat een eng wijf. Hier, hier, ramen dicht. Ah, dit is zo eng. Helemaal. En allemaal dingen roepen. Nice shorts, nice shorts. Je got a pretty shorts. Helemaal alsof ze al mij helemaal ging vervloeken. Zij kwam op ons af. Zit het tanktopje dicht? Weet je wat ze zei? I like your shorts. Yeah, I like the pretty shorts you have on right there. Dood, hè? Kijk nog. Ja, ik ben helemaal in de war. Jij hebt mijn kaart. Ja, weet niet waar, die vrouw. Ik word helemaal gek, man. Ja, ga maar. Ik ga nu, doe het fucking raam even dicht nu. Schat. Ja, ze is weg. Jezus, wat een gestresst. Ze is weg. We gaan nu koffie halen, want ik ga helemaal dood. We zijn nu bij het kattenhotel, maar we hebben maar één kat. Dus dat is heel kut. En die andere kat kunnen we gewoon niet vinden. Die is gewoon weg. Zo naar. Hier is onze kat. Zo knetterlijf van die kat. Van dat miauw. Hey. Ik blijf wel even hier. Want... Hallo. Kijk eens. Hey. Camp Best Friends Kennel. Ja, gelukkig hadden toen, was het dus allemaal wel goed gekomen. Ja. Phew. What else? We moesten ons huis uit, want dat hadden we maar tot donderdag. Ja. En toen dachten we, fuck it, we boeken gewoon lekker bij, want we hebben het hier zo te gek. Niet te normaal. Dus we hebben 5 dagen bijgeboekt en we konden bij Bibi slapen. Die slaapt in de Palazzo Apartments. Maar misschien kennen jullie dat wel, want Audrina van The Hills, die sliep hier ook. Ja, die woonde hier ook. Als jullie ooit The Hills keken, I don't know. Ik keek het wel. Maar het is echt een te chill appartementencomplex en het heeft dus ook zo'n zwembad. Te chill. Jezus, je bent zo zwaar. Net een Froyo. Omdat wij natuurlijk nu bij Bibi zitten, zij zei ja, jongens, jullie moeten gewoon een challenge gaan doen en ik mag hem bedenken. Dus wij dachten, oh my god, wat gaat ze nu weer meekomen? Ze kwam dus met een swim contest. Nou, we zijn ons aan het klaarmaken voor de swimming competition. Ik wil wel een bikini aan dat ik hard kan zwemmen en dat ik me geen zorgen maak dat die uitgaat. Ja, nou, een goede bikini heb je uitgekozen. Ja, dat gaat natuurlijk helemaal zo omlaag. Kut. Ja, ik heb helemaal zo'n triathlon top juist gedaan. Oh, ik word helemaal zenuwachtig van jou. Ze moest een paar baantjes zwemmen, of twee. Ja, gewoon heen en terug. Maar de verliezer moet dus vanavond skinny dippen in dit zwembad. In dit zwembad. Wat echt zeg maar, dan denk je, oh ja, lekker boeien. Maar
Dat is hier gewoon echt nat dan, omdat het echt heel chic hier is. En er zijn ook overal camera's. Dus ja, ik woon hier alleen maar van die chique mensen. Die hebben allemaal balkonnetjes. Dus wij zijn als de dood. Dat als wij zo meteen dat gaan doen vanochtend, één van ons. Ja, dat mensen gaan dat natuurlijk gewoon zien. Ja, die gaan dat camera's. Oh, dus dat is wel echt heel kut. Ja, wie gaat er winnen? Ik ga winnen natuurlijk. Ja, ik denk Vita. Maar ik ben voor Elise. Yes! Ik ga aftellen en dan moeten jullie gaan. 3, 2, 1, go! Ik zo lachen tijdens de ja, ik ook. Ik keek Vita aan, ik ging helemaal kijken hoe ze aan het zwemmen was. Ik ook. Het ziet er naar uit dat Vita gaat winnen. Kom op Elise, ik ben voor jou. Elise moet skinny dippen. Vita is ziek snel. Ik kon niet meer praten daarna. Nee, echt, het was zo erg. Ja. Ja, en toen moest ik skinny dippen. Ja, het is niet heel chill. Nee, helemaal niet chill. Het is 1:00 s'nachts en ik moet nu gewoon skinny dippen. Het is helemaal koud. Ja. Ik wil niet meer. Je moet. Het is wel echt, zeg maar, ziek licht. Het is ziek licht. Gewoon overal zijn de lichten aan in appartementen. Als ik hier ga skinny dippen, dan komt iedereen op het balkon staan. Ik wil dit niet doen. Ja, je moet. Je moet. Manager. Je moet. Gaan jullie dan daar bij de prullenbak staan? Ja, oké. Ik doe wel even, zeg maar, hier. Mag ik ook snaps maken? Nee. Hey, maar doe nu alvast je kleren uit. Ik hou hem uit, zo verslik ik me daar. Ja. Even. Wie komen daar nu aan? Ik hoor allemaal mannen staan. De string is uit. Ik ben butt naked. Komt er iemand aan? Nee, ik zie mensen bij de gym. Nee. Nee, er is niemand daar. Oké, ik ga het weer doen, ja? Ga maar. Ga maar. Oké. Ja, schat. Wat leeg het hier is. Weet ik. Ja, ik ga er weer uit. Ik heb het gesnapt. Oh my god, komt iemand aan. Ik heb het gesnapt. Kan iemand mijn handdoek geven? Nee. Schat, je kan er niet bij zien. Je bent een soort krap. Je bent een soort krap in het water. Ik pas op mijn broek. Ik ben gewoon helemaal naakt. Het lijkt wel alsof je in een groene broek. Oké. Hè? Ja, wacht even naar de andere kant de camera doen. Oh my god. Maar je hebt het gewoon gedaan. Ik vond het zo eng. Vond jij dit nou een leuke video? Ja. Like dan even. Subscribe. Moet ik ook reageren? Reageer zo. Lekker commenten. Liken. Alles. We zien je volgende week met een nieuwe video. Bye. Oh, yeah. Sterretje van Michael. Butt injection. Nikka. 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 I love it. Waar is die eigenaar?